Ondanks dat Nederland een heel erg ontwikkeld land is, krijgen kinderen vaak toch nog niet die gelijke kansen. En ieder kind heeft talent en heeft gewoon het recht om zichzelf optimaal te ontwikkelen en alle kansen te krijgen die hij verdient. Wij zien in de wijken waar wij actief zijn dat de kinderen niet de gelijke kansen krijgen omdat hun ouders niet opgeleid zijn of omdat ze gewoon toevallig in bepaalde wijken geboren zijn. Door kinderen brede toekomstperspectieven te bieden en in aanraking te brengen met alles uit hun omgeving waar ze later uit kunnen kiezen, zorg je ervoor dat ieder kind de plek kan vinden in de samenleving die bij hem past. IMC Weekendschool, Petje Af en de Weekendacademie bieden alle drie extra onderwijs aan kinderen. En dat betekent naast het reguliere onderwijs wat kinderen 5 dagen in de week volgen, krijgen ze iets extra's om juist die toekomstperspectieven te verbreden en die plek in de samenleving te kunnen vinden. En extra onderwijs kan die kinderen juist dat extra's geven wat ze anders niet krijgen. Dus een extra steuntje in de rug waardoor ze merken van hey, ik heb ook talent of ik kan dit ook. En waardoor ze zelfverzekerder worden en waardoor ze er vertrouwen in hebben dat zij dat in de toekomst ook kunnen. Wij geven dit extra onderwijs door juist professionals en mensen die passie hebben voor hun beroep in aanraking te brengen met die enthousiaste kinderen die 10, 11 jaar zijn en de wereld willen ontdekken en die twee samen te brengen om die perspectieven te bereiken. Petje Af biedt een programma voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Kinderen komen 30 zondagen naar ons toe en we brengen ze in contact met rolmodellen. We gaan op bedrijfsbezoek, we gaan op excursie en we betrekken natuurlijk ook de ouders bij het programma. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op een veilige plek met persoonlijke begeleiding optimaal kunnen ontwikkelen. Petje Af wil heel graag op iedere plek in Nederland waar het nodig is een programma kunnen aanbieden. En daarvoor hebben wij een groeimodel ontwikkeld waarbij je heel gemakkelijk op een efficiënte manier kan starten. En op zondag is het meestal altijd zo'n lilac dag. En dan heb ik niks te doen en nou kan ik gewoon leuke dingen doen. Heel goed dat jullie er zijn. Weekend Academie heeft een project Grote Oversteek ontwikkeld. En de Grote Oversteek biedt ondersteuning aan groep 8 leerlingen overstap naar voortgezet onderwijs. Voornamelijk overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs cruciaal. En voor veel ouders is het gewoon ook een onzekere factor. Meestal is het eerste kind en ze hebben weinig ervaring. Door onze ondersteuning krijgen ze ook een meer zelfvertrouwen. Waardoor ze ook het gevoel hebben dat ze een bijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van hun kind. Onder andere dat ze gewoon te horen krijgt en te weten krijgt wat haar staat te wachten bij de middelbare school. Wat je daar doet en hoe je moet met je huis werken. Dat hebben wij vroeger niet gehad. Daar gaat het er echt om dat de kinderen leren wat is journalistiek. Stichting IMC Weekendschool heeft een programma ontwikkeld na jarenlang ervaring IMC Basis. Daarmee willen we kinderen uit groep 7 en 8 onder schooltijd weekendschoolonderwijs aanbieden. Nieuwsschrijven, dat heb ik nu ruim 30 jaar gedaan. Wat we daar doen is gastdocenten binnenhalen en met de kinderen, zoals we ook al 20 jaar op zondag doen, de wereld ontdekken. Ik vind het leuk dat we allemaal die dingen doen en dat we over beroep leren. Maar nu denk ik toch dat ik die dingen wat ik later wou zou worden, wat ik eerst dacht, dat ben ik toch niet meer gaan doen. Eigenlijk als je gewoon een gelijke kansen krijgt, word je ook een gelukkiger van. Word je ook succesvoller van als je gewoon iets doet wat je gewoon leuk vindt. En dat is goed voor een kind, maar ook goed voor de maatschappij en goed voor Nederland.